Dat had hij goed, ja. Kijkje! Jongens, even stil. Even stil. Even kijken wat ik zie. Ik doe even de twee boegen in beeld. Ik vind ze twee een beetje te lui, dus met de riem op het water. Ik moet gewoon de bladen optillen. Dat is wel makkelijk in deze boot. Even naar de slagen kijken. De slag is een beetje hoog aan te halen met de linkerhand. Nou, sorry. Oké, dan gaan ze wat meer op de benen staan, ja. Goed zo. Dat ziet er beter uit, ja. Dat is een heel stuk zus. Een beetje naduiken de twee ook. Ik zal zo meteen nog één keer terug te gaan, dan laat ik even een oefening doen. Even de derde stop doen. Nee, gewoon achteruit niet meer. Die gaat een beetje de bladen omhoog voor je intik gaat. Oké, roem maar gewoon een paar keer in de weer, zo gaat het wel goed. Oké, tot de bubbelen goed terug. Even omkijken. Een beetje wild in de uitzet. Een beetje krampachtig met de elleboog naar buiten. Best aardig dit allemaal, hè? Dat was mooi. Dat ziet er slecht uit. Ja, gelijk ook. Ja.
En dan rijden we lekker rustig naar voren op. Hoor, het is lekker rustig. De koek kan een beetje meer doorgaan naar achteren, zie ik. Een beetje kort van achteren. Dan zie ik ze beter in de handen. Nou, die moet gewoon degelijk groeien. Dat is niet zo veel op aan te merken. Printje. Die is er dan niet bij, ik wissel het eigenlijk. Ik ben niet gewisseld volgens mij. En daar kan mooi voor iedereen met een houten kop naar de Luilak, want gisteren vooral door Hollanders natuurlijk. In Haarlem was dat niet behoorlijk raar. Uilak, Lammekuit van de Gordwin, Slaapzak, is hier over de Antwerpen. Ja, een beetje naduiken. Die draait een beetje abrupt terug. Ja, dan draait hij mij een beetje te vroeg terug. De anderen zijn veel gelijkmatiger. Ja. Dat zie ik aan, ja. Oké. Boeg trekt volgens mij een beetje met het schouder. Ja, eind vandaag is een beetje naar voren, ja. Ja. Het is erg. Ja, zo hebben ze goed in beeld. Ze slepen veel met de bladen aan het water. Ze zouden wat consequenter op moeten tillen, iets eerder terugdraaien. Ze mogen mij wat consequenter ook nog eerst inbuigen. De boer mag ook snel wegzetten, wegzetten inbuigen. Nee, je hoort ze steeds op het water, hè? Slip, slip, slip. Toch een stabiele boot is, die boer.
Rem maar iets meer naar voren nog, helemaal ernaast. Dan houdt er ook veel met de bladen aan het water, hè? Ja, ik zeg dat meestal jongens wat eerder draaien en bladen optillen. Hè? Ja. Moet fijn gaan zitten. De bocht trekt een beetje in tweeën, vind ik. Hè? Een lichtere trap en dan nog eventjes een ruk na. Ja, ja. Hop, ja. Nou, even kijken hoor. Stap de video ook meteen. Ja, dat zit ook. Wat het is. Ik dacht van voren of zo. Hopstakee. Nou, wel geregistreerd. Ja, die zou ik ook opnemen nog. Het is de slag om te kijken, in dit geval zou beter de boeg kunnen sturen denk ik. Dan mag ik er omkijken. Ja, ja die dit water. Het, wow. Kom maar! Nou, wat mensen doen is dat we de slag die voelt dan de, wat ik dan doe, is de slag die houdt een beetje de loop van het water bij. En de boeg gaat daartoe om of er geen bootjes komen en zo. Die gaat dan corrigeren. Zo dicht onder de kant kan ik snel het zien. Hoe gaan we iets uit de kant hoor? Zo kan ik zeggen. Ja. Oké, okay, zo gaan we zo, ja. Twee vind ik een beetje kort achter. Oké, rij maar. Maar gewoon weer rijden, dus, precies naast ons zitten.
gaat hoor. Een beetje naar het achter. Oké, zo ja. Zo, nou we iets harder. Zet je voor ons. Ik kan niet verder. Ja, hier stopt het inderdaad, ja. Nou, dan gaan ze weer draaien. Oké, draai maar. Draaien. Naast de boel blijven.